Jullie zagen wat er gebeurde, hè? When your liberty, da-da-da. Dus ook voor de allereerste keer dat ik gewoon een waterval zie in Planet Zoo. Maar dit is echt... Wauw. Dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. Vandaag gaan we kijken naar een aantal blauwdrukken die zijn gemaakt door diverse mensen op het internet. Hebben het gelukkig allemaal geüpload op de Steam Workshop. Ik heb even een grote lening afgesloten van, ja, 100.000 euro. Maar dat maakt niet uit, zo kan ik wel alles gewoon kopen en laten zien aan jullie. Ik ben momenteel in de franchise mode. Het gaat niet zo heel goed met het park. Dit park wordt toch wel gesloten en wordt toch wel verwijderd in de toekomst. Dus ik had zoiets van, ik ga wat geld lenen en dan gaan we gewoon even wat blueprints neerzetten. Als eerste gaan we kijken naar de Dragon Skeleton Cave Shelter. Het is dus eigenlijk gewoon een skelet. Wauw, kijk eens even hoe vet dit eruit ziet. Ik moet er wel een beetje de grond in gooien, uiteraard. Maar dit is echt reusachtig in elkaar gezet. Gewoon al die details. Ik kan hem eigenlijk nog wat lager moeten zetten, want je ziet dat de boompjes wat zweven. Ik kan hem nog eventjes wat lager zetten hoor, dat is geen probleem. Zo zou die eigenlijk moeten staan, maar het is echt geweldig. Hoe dit in elkaar is gezet is echt ongelooflijk. Waaruit bestaat dit allemaal? Wat voor onderdelen? Dit zijn taiga-stenen. Dus vanuit de stenen, dat is ook het mooie. Je hoeft niet altijd land op te hogen wat je in Planet Coaster moest doen. Je kan ook met stenen gewoon bepaalde vormen maken. Maar ik moet zeggen, dit is echt heel erg mooi in elkaar gezet. Mijn hele grote complimenten voor deze shelter. Voor deze plaats om te slapen voor de dieren. Ik vind het bizar. Heel erg mooi. Als we nu al dit zien in de beta, wat gaan we dan wel niet zien in de toekomst van het spel? Wauw. De Grizzly's Habitat. Het is dus een plek voor de beren. Voor de grizzlyberen. We gaan deze natuurlijk even in de grond zetten. Ik moet even kijken of dat niet dan door de grond heen gaat. Dat is even lastig zien nu. Ik gok even dat... wacht even. Ik heb hem geplaatst. Zo is die perfect. En zelfs het water wordt meegenomen. Dat is mooi. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien met een blueprint. Dat hij ook gelijk het water meeneemt. Wow. Dus ook voor de allereerste keer dat ik gewoon een waterval zie in Planet Zoo. Maar dit is echt... Wauw. Ik wist niet dat het water er zo mooi uitzag in het spel. Hè? Serieus? Ja, daar gaat de wereld voor me open, jongens. Nee, maar echt... Wacht even. Heb je serieus dat het water ook gewoon kletst op de stenen? Oh, dat gaat gewoon door... Het zijn twee sproeien of twee watervalletjes. Het lijkt net alsof die een soort van weerkaatst op de stenen en dan doorstroomt naar beneden. Ik wil trouwens weten, als je dat water op de grond laat komen... Oké, hij heeft een extra iets toegevoegd daar nog. Oké. Ik vind het een prachtig verblijf. Die beesten hebben ook wel wat om te drinken, niet echt om te zwemmen. Ze kunnen ook via de boomstronk naar de overkant lopen. Ik vind het echt een heel speels hok. Maar vooral die stenen maakt het echt heel mooi. Ze hebben hier ook nog een grot. Althans, het is wel een soort van buiten. Maar ook voor de medewerkers heel makkelijk om binnen te komen om ze te voeren. Maar ik vind het echt een prachtig decor. Het is eigenlijk, je moet het zien als een soort stenen decor. En zulke dingen wil ik ook gaan maken in de toekomst. Dit is echt gewoon zo verschrikkelijk leuk om te bouwen. Dit geeft ook zoveel motivatie en ook inspiratie om dus je eigen verblijven te maken. En vooral dadelijk als natuurlijk die open sandbox mode wordt toegediend aan het spel tijdens de volledige modus. Wanneer het spel op 5 of 8 november uitkomt. Ik geloof dat het 8 november was. Maar het kan ook 5 zijn. Ik weet in ieder geval begin november, laten we dat zeggen. Begin november, dan kunnen wij hopelijk dat allemaal zelf gaan bouwen. Zonder dat gedoe met dat geld en zo. Ik zit nu op 81.000. Een nice little treehouse. Oftewel gewoon een boomhutje. Dat heeft hij heel leuk opgebouwd. Uit allemaal kleine onderdeeltjes die hij heeft gebruikt als een soort trappetje. Een beetje een soort constructie. En het is ook heel leuk in elkaar gezet. Volgens mij zijn het allemaal losse onderdelen. Bestaat uit 101 onderdelen. Maar ook dit bovenkantje heeft hij echt heel erg leuk gedaan. Vorige keer zat ik bij mijn livestream ook een beetje te knoeien van wat kan ik nou het beste gebruiken om zeg maar een houten huisje te maken. Maar volgens mij kan ik beter allemaal van die latjes, van die boomstammetjes gebruiken en in de vorm daarvan een huisje maken. Ook dat dak aan de bovenkant. Gewoon een leuk decoratief huisje. We krijgen de Ozaru Pagoda.
En die ziet er toch wel weer ook hartstikke mooi uit. Moet natuurlijk wel goed plaatsen, maar kijk eens even jongens. Wauw, ik heb nog lang niet... Oh, daar gaat mijn camera. Ik heb nog lang niet alle objecten gezien in Planet Zoo. Maar als ik dan dit dan zie... Och jongens, dit is echt geweldig. En sommige mensen zeggen ook van... Volgens mij zijn de graphics veranderd van het spel. Ik heb ook mijn instellingen van Planet Zoo wat verhoogd. Maar volgens mij hebben ze ook nog wel een update eroverheen gegooid met qua engine, volgens mij. Want het oogt wel beter dan Planet Coaster eigenlijk. Ja. En ik weet niet of dat komt door de graphics, maar volgens mij komt dat ook wel een beetje door de engine. Want engines moeten ook geüpdate worden uiteraard. Kan ook binnenin kijken. Nou, dat heeft hij ook mooi gedaan. Je kan de binnenkant in principe gebruiken voor een winkeltje of ja, wat zou je erin kunnen doen? Misschien voor een station van een attractie. Ik heb hem al een keer laten zien, maar het is de Kuiper's Entrance. Gemaakt door Silverred. Wat ik al zei, ik heb hem een keer al eerder in de serie laten zien, maar we mogen hem ook zeker niet vergeten. Het is gewoon een mooi gebouw. Het doet me een beetje denken aan... Nou, dat is een beetje snel gezegd, maar nee, ik dacht aan Tivoli, aan de ingang van Tivoli. Gewoon een hoog gebouw, zeg maar. Dat vind ik wel chic. Ik vind dat zeker chic, zo'n mooie poort. Wel prachtig gedaan. Leuk om naar te kijken. Daarom zei ik van, mag niet ontbreken hier natuurlijk. Dus bij deze Silverred's Blueprint. De Pride Rock van natuurlijk Simba. Of in ieder geval van Lion King. Wauw. Dit kan je heel mooi gebruiken als een verblijf voor de leeuwen, uiteraard. Maar dit is wel nostalgie. Dit is wel heel erg gaaf. Wauw. Ja, ik zeg het nogmaals. Als je gewoon meer dan, nou wat zal het zijn, 20 à 30 soorten stenen hebt. Dan kan je dit soort dingen makkelijk doen. Aan de binnenkant kan je nog een... Oh ja, heeft hij al gedaan. Hier kan je lekker een tukkie doen. Heerlijk. Ja, schitterend. When you're liberty, da-ba-da. En dan komt natuurlijk die aap met dat beest. En dan geweldig. Ik vind het mooi. Dit is prachtig. De Pride Rock. En vooral voor dit gebied, hè, met Azië, is dat echt fantastisch. Ik zit even te kijken. Maar stel je voor, je doet dit als decoratie in je park. Kijk, dan doe je bijvoorbeeld hier zo. En dan vanuit je park zie je dan die grote rots op de achtergrond. Kijk eens even, wat een verandering al. Jongens, oh, ik kan niet wachten om... Nu ik dit soort dingen zie, ben ik eigenlijk nog meer hyped voor Planet Zoo. Ik was ook wel hyped, maar door dit soort dingen, door die decoratiedingetjes en... Wat gebeurt er? Oh, wat is er aan de hand? Hij heeft een klei... Nee, hebben ze... Nee, jongens. Ze hebben twee kleintjes gekregen. Oh. Ik had een mannetje en een vrouwtje aangenomen. En er gebeurde niet veel. Maar dit is toch wel snoezig. Dit is wel heel snoezig. Oh, wat? Ja. Ik snap hier niks van. Jullie zagen wat er gebeurde. Dit is echt heel raar. Jullie zagen wat er gebeurde, hè? Hij sprong gewoon. Het leek net of hij van de boom, zeg maar, naar buiten stapte of zo. Ik hou ze even in de gaten, want ik vind het echt een hele vreemde zaak, zeg maar. Want eerder zagen jullie ook... Hè? Hij liep weer naar buiten. Eerder zagen jullie ook dat er, zeg maar, hier door het hek... Het verblijf, wacht even. Barrière status is 67%, dus dat is op zich wel goed. Apart dit. Heel apart. Misschien is het ook nog gewoon een glitch in het spel of een bug, weet ik veel. We hebben Visitors Center. Ik weet niet wat hier aan veranderd is, maar we gaan eens even kijken of we dit ook een beetje netjes kunnen plaatsen. Het is heel moeilijk te zien, maar ik denk dat ik hem wel redelijk, ja, kan hem iets lager moeten zetten. Maar dit ziet er wel aardig uit. Ja, ik weet niet wat je hier kan doen, die binnenin. Oh, oké. Okay. Gewoon een verblijf en dan een beetje open. Ja, het is niet mijn favoriete blueprint, maar ja, Terrarium Building. Ik kan echt heel moeilijk zien wanneer een object nou echt... in de grond staat. Volgens mij, ja, je ziet het ongeveer wel. We gaan hem even plaatsen. Terrarium. Wat kan ik hier binnen dan vinden? Oh, kijk eens even. Een prachtig verblijf. En hier zitten dan waarschijnlijk kikkertjes in. Ik weet niet of die zijn meegenomen. Tijdens leeg geen stroom. Nou, dat gaat dan niet door natuurlijk. Ik zal hem daar weghalen, anders is het zo zielig. En hier hebben we ook nog een gewoon een leuk verblijf. De binnenkant is wat simpeler ingericht. Vooral die gaten had hij nog even dicht kunnen maken. Maar de buitenkant ziet er daarentegen wel super leuk verzorgd uit. Vooral met die letters kan je wel leuke dingen doen. Die letters zitten trouwens standaard in het spel. Er zijn er volgens mij nog helemaal geen toolkit items. Dat komt waarschijnlijk in de toekomst. We hebben hier Tudor's Toilets. Mocht je even naar het toilet gaan, dan is dat altijd wel, wel makkelijk natuurlijk. Maar dit is echt wel een heel kleurrijk
huisje. Aan alle kanten is het gewoon super mooi gedaan. Leuke schoorsteen. De binnenkant zal waarschijnlijk leeg zijn. Dat klopt ook. Het gaat natuurlijk om de buitenkant. Maar het belangrijkste is natuurlijk deze opening naar de wc. En ook leuk die scheiding. Je hebt natuurlijk een jongens- en een meisjeskant. Ik weet niet of dat echt... Ja, of je echt de jongens ook naar links ziet gaan en de meisjes naar rechts. Het is eigenlijk gewoon een Planet Coaster toilet. En hij heeft dat ook leuk gedaan met de onderscheiding van die bakstenen aan de voorkant. Nou, ik vind het gewoon een prachtig. Volgens mij is deze ook door Silverhead gemaakt, geloof ik. Ja, we hebben hier de Climb Tree. En ik heb die al een keer eerder geplaatst. Maar het is wel leuk om even te kijken, want het zijn gewoon een aantal objecten bij elkaar. Hij heeft die boom toch nog best wel uit wat onderdelen gemaakt. Volgens mij is dit dan wel één groot onderdeel, ja. En dan hieronder heeft hij nog een paar van die houten balkjes. Heeft hij dan bij elkaar gelegd om het een beetje stabiel te maken. Maar hier zou in principe aapjes gewoon makkelijk kunnen inklimmen. Die maakjes die zullen dit wel heel leuk vinden om dit gewoon daar neer te zetten. De onderkant is wel een soort van... Ja, waar je kan slapen. Dus ik weet niet of ze dan hier door die houten palen gaan slapen. Of eromheen, dat zou ook leuk zijn. Of misschien wel in de boom. Ik weet niet of dat zo geprogrammeerd is. Maar het is wel een leuk boompje zo. Er zijn natuurlijk nog veel meer blueprints op het internet te vinden. Dat gaan we volgende keer ook zeker bekijken. Want er is genoeg te ontdekken. En het is ook heel leuk om mensen al zo gevarieerd te zien bouwen. Laat vooral een duimpje achter voor Planet Zoo. En uiteraard zijn we volgende keer weer terug met een gloednieuwe aflevering van natuurlijk deze beta. De beta is natuurlijk nu niet meer beschikbaar. Dus dat houdt in dat je hem niet meer kan spelen. Moet even wachten tot november. Ik heb dit eerder opgenomen. Vandaar dat je niet hoeft te vragen van Vincent. Hoe kan het dat jij het wel kan spelen? Waarom? Het is dus van tevoren opgenomen. Ik kan het ook nu niet meer spelen. Dus goed. Tot de volgende keer. En nog even een shout-out naar mijn twee schattige struisvogels. Ik vind het wel schattig. Maar mijn geld is wel echt voor de helft gedaald in deze aflevering. Gewoon binnen een kwartier tijd. Hey, doei doei.